een zoon van Kandash en Good Times. Nienke van Hoekel, nummer 429. In Veningen, vlakbij Zuidwolde, is vandaag het concours hippiek De Wolden van start gegaan. Niet onder de meest ideale weersomstandigheden, dus de meeste mensen hebben hun laarzen aangetrokken. Had ik misschien ook beter kunnen doen. Naast me staat Jan Beroek, eigenaar van het terrein en een van de organisatoren en een vermaard paardenhandelaar. Jan, het gaat 2 weken helemaal los hier. Het gaat 2 weken helemaal los. We zijn er vanochtend begonnen. Het duurt nog 8 dagen springsport. Niet onder ideale weersomstandigheden. We hebben gisteren een beetje voorzorgsmaatregelen genomen omdat de buienradar ons een beetje angst inboezemde. We hebben 100 kuub zand gestort en het draait volop nu. Hoeveel mensen, en dan heb ik het even over alleen maar de paarden en de ruiters, komen hier in de komende 2 weken? We hebben 1000 paarden in 2 weken uit 30 verschillende landen. En 1000 paarden betekent ongeveer dat iedere ruiter ongeveer 2 of 3 paarden rijdt. Dus een 500 ruiters, 400 ruiters, 500 ruiters. Je collega Gerrit Leenders, de koersdirecteur, die sprak over een dorpje hier. Ja, het is ook inderdaad een dorpje. Als je ziet de parkeerplaats waar al de vrachtwagens staan, die moeten blijven staan, want de paarden die staan hier, we hebben 500 stallings gebouwd, dus die vrachtwagens die staan hier. Ja, de parkeerplaats staat aardig vol. Voor de mensen in Hogeveen en omgeving, wat kost het allemaal als je hier eens een dagje wil komen kijken? Dat gaat iedereen meevallen, want we hebben geen intree en geen parkeergeld, dus iedereen is, het hele terrein is gratis toegankelijk. En dat voor een organisatie als dit? En voor een organisatie als dit is... we hebben een goed budget. We hebben goede sponsors achter ons staan. En we willen graag dat iedereen in het dorp en Hogeveen en omstreken hier op zondagmiddag als de zon schijnt met vrouwen en kinderen kan komen. En niet dat ze eerst 40 euro af moeten rekenen bij de poort. Maar ze kunnen hier vrij toegankelijk trainen op. Nou, ik zou zeggen tegen iedereen in Hogeveen van kom vooral deze kant op. Jan, wij spreken elkaar vast nog wel de komende 2 weken. En bedankt voor het interview. Graag gedaan.